Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is echt een hele doodenge spannende dag. Wacht. Ik ga vandaag weer een tattoo zetten. En het was echt in één keer dat ik dacht van, oh mijn god, het is al bijna zover. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt slapeloze nachten gehad voor deze tattoo. Omdat het echt, zeg maar, mijn eerste tattoo was groot. Nee, dit is heel overdreven. Ik heb er zoveel zin in, maar ik ben echt al de hele dag aan het rennen, aan het vliegen, aan het alles. Dus vandaar dat ik nu echt zo ben van hoe. En ik heb een autootje gehuurd vandaag om daarheen te kunnen. Dus ik ga zo'n auto halen, maar ik ben eigenlijk mijn tas aan het inpakken. Ja, jongens, ik woon echt in een bouwval nu. Maar kijk, ik heb een kort broekje aan, want de tattoo komt op mijn been. Oh mijn god, ik vind dat zo eng eigenlijk. Het wordt volgens mij ook echt enorm groot. Dus ik heb een broekje, shirt gewoon lekker zitten. En ik heb een trui mee, want als ik daar de hele dag zit, dan ga ik het wel echt koud krijgen. Maar goed, mijn tafel moet echt opgehaald worden deze week. Ik moet echt even doelen maken voor deze week. Wat ik allemaal nodig heb, wat ik allemaal moet gaan doen. Ik moet zo echt zo de deur uit. Maar ik laat even zien wat ik allemaal ga meenemen. Ik neem als allereerste boek mee van Laura. Kan ik trouwens zo enorm aanraden. Ik gier in mijn broek van deze boek. Van dit boek. Ik lees hem eigenlijk normaal gesproken, vet decadent. In het vliegtuig heb ik hem de hele tijd gelezen. Maar nu neem ik hem mee, dan kan ik hem uitlezen. Een trui heb ik dus mee. Mijn bril voor autorijden. Dan heb ik mijn AirPods mee en lader. Ja, ik weet niet eens of ik daar zeg maar zou kunnen laden, maar nou, geen idee. Want ik denk wel dat ik echt de hele godganse dag op mijn telefoon ga zitten. Oh, wacht. Oh my god, ik kan weer niks vinden. Oké, ik heb het. Ik gebruik zo'n pennetje altijd voor mijn telefoon. Zo, niet altijd, maar als ik aan het editen ben, aan het bewerken. Altijd. Ik kan echt niet zonder. Dus die gaat ook mee. Lipolie. Ik heb droogste lippen van de hele wereld. En dan ga ik als eten, of als tussendoortje eigenlijk, Wifood meenemen, jongens. Wifood gaat altijd mee op pad. Nu ook. Christina 10 voor 10% korting. Maaltijd vervangend. Eiwitten zitten erin. Mineralen, vitamines. Alles wat je nodig hebt. En ik heb nu banana. Happy banana. Mijn favoriet is natuurlijk chocola of koffie. Maar die is op. Volgens mij krijg ik die binnenkort in de mail. Kan niet wachten. Oké, dus dit gaat mee. Link in de beschrijving, jongens. Top. Deze enorme tas van morgen ook dichtgekregen heb. Die vind ik echt top. Ik moet echt gaan. En de camera gaat natuurlijk mee. En statief. Ik had vorige keer 2 camera's. Maar dat was ook zeg maar moeilijk. Ik kon niks doen, hè, toen dit getatoeëerd werd. Wordt door dezelfde artiest getatoeëerd, uiteraard. Jammer. Ik zal zijn Insta trouwens ook even in de beschrijving zetten. Ik ben zo benieuwd. Kijk hoe het eruit ziet. Echt veel te laat voor het leven. Jammer vond ik niet erg. En dit wordt het moment dat hij het aan mij gaat laten zien. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik had al gezegd dat ik het heel spannend vond. Nee. Ik ben zo benieuwd. Ik ga uit spanning verlossen. Oké. Okay. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. Oh my god, het is zo cute. Ja, toch? Ik zat echt te denken, ik had natuurlijk, dit is precies wat ik zei, maar ja. Ik had helemaal geen idee hoe je dat zou vertalen. Nee, snap ik. Het is, ik doe er gewoon, ja. Maar dat is echt heel mooi. Ja, toch? Ja, dat is echt heel erg mooi. Oh cool. My god, ja. Dat is eigenlijk cool. Nog mooier dan ik had voorgesteld. Cool, in mijn hoofd. Goed om te horen. Oh my god, ik vind het zo spannend, want het is echt, zeg maar. Maar ik moet zeggen, ik had deze gezet, toen dacht ik echt, kut, waar heb ik het aan de achterkant gezet? Kijk, maar zelf ik zat echt helemaal zo. Ja, snap ik. Het is mooi geneeslijk. Ja, toch? Ja, ik zie hem op de foto's ook voorbij komen en ja, heel cool. Oké, wij hebben de stencils geplakt. Hij was net even wat kleiner uitgevallen. Toen zei hij, ja, maar nee, we gaan hem toch even op zijn full size uitprinten. Dus ietsje groter. Opgeplakt. Was verkeerd, of niet verkeerd. Maar toen dachten we van, oké, doe hem toch even anders. Bla 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 bla. En nu is de stencil opgeplakt. En dit is echt vrij intens. Oké, we beginnen bij de voeten. Ik maak het even heel spannend. Jongens, dit gaat hem worden. Dus dit is hem van de voorkant. En hij loopt tot helemaal aan mijn bil, op mijn bil. En dan als ik dan met een broekje loop, of een rokje of wat dan ook, dan is dit
hoe het eruit gaat zien. Oké, okay, en ja, zo? Die zo, ja. Ja? Even kijken. Ja, een beetje dit inderdaad. Ik ga stuk. Dit is echt voor YouTube gewoon ook al gewoon te sexy, denk ik. Ben je klaar voor Christia? Ja? Ik denk dat ik er klaar voor ben, ja. Oké, okay. Gaan we weer. Dit zeurt wel echt. Ik denk dat de arm minder was. Oké, okay, we hebben even een pauze. Op de helft. Jongens, dat doet zo'n pijn. Oh. Ik zei net tegen Jan, maar ik moet echt even een traan. Ik heb het zo koud. En ik heb honger. Ik hoorde echt al mijn maag knorren. Ik heb ook echt van alles meegenomen. In mijn hoofd. Zeg maar, het was de bedoeling dat... Zo had ik het bedacht eerst. Dat het meer centraal zou komen. Dus ik dacht dat ik niet op mijn buik hoefde te liggen vandaag. Dus ik dacht, oh, neem ik dit mee? Neem ik dat mee? Neem ik zus mee? Allemaal geen zin gehad. Och, ik moet zeggen. Want of ik was echt te enthousiast in mijn hoofd. Of te stoer aan het doen in mijn hoofd. Ik dacht echt, dit gaat zo meevallen. Maar ik vind het zo'n pijn doen. Oké, okay, ik ga even op mijn voet drinken. Oh ja, ook nog even plassen inderdaad. Oh, dat is zeg maar, als je er eenmaal in zit, dan is het van, oké, okay, doorzetten en nu lukt het wel. Maar dan heb je nu pauze genomen. En dan is het weer even, echt even extra zout op de wond weer. Ik heb zelfs snoep meegenomen, maar daar heb ik dan weer geen zin in. Oké, okay, plaspauze nog. Echt een hele onderneming dit. Oh, ik heb zo'n pijn. Jongens, ik moet dit nog helemaal, dus ik mag wel zo meteen gaan draaien. Wacht, ik loop even naar de spiegel. Zo grappig, want ik zei net tegen Jan, maar ik heb nu zoveel pijn. Er was helemaal niks met mijn been. Niks mis mee. En nu heb ik zo'n pijn. Oh, oh wow. Kijk dan. Holy moly. Dus dit. En dan is dat de hele platte stencil wat erop zit. En dan moet ik de volgende keer terugkomen voor shading. Ik vind het echt sick. Ik heb het net even zo'n... Mijn plukje en een krulletje gedaan. Mijn huis is een wasserette geworden. Want dat is gewoon hoe ik leef. Kijk, alles hangt. Daar hangt dus of ligt alleen maar vieze was. Wasmachine in de wasmachine. Of was in de wasmachine. Jezus. Wasrek hier, wasrek daar. Het is echt om te janken. Maar ik heb wel een nieuwe tafel besteld bij Vonk natuurlijk. Want ik had nog cadeaukaarten van Vonk. Daarom had ik ook mijn vorige tafel bij Vonk besteld. Als je de vorige vlog hebt gezien... Dat ding was kapot de hele tijd. En ik heb eindelijk vandaag weer een andere keuze gemaakt. Want ik moest natuurlijk wachten op terugbetaling en die cadeaukaarten. En ik heb nog een andere kast besteld. Maar dat gaat echt nog heel lang duren. En waarom ik even de vlogcamera erbij pakte. Ik vind het dus heel leuk om nu mijn avonturen met mijn dinges met jullie te delen. Wauw, echt een goed verhaal. Een lekker woord. Maar het is tijd om mijn tweede beugel. Dus die ga ik er nu even in doen. Voor degenen die dat leuk vinden. Eeuw. Dat moet ik even schoonmaken. 1 week step 2. Ik heb zo'n app en die laat aan mij weten dat het tijd is om te verwisselen. Oeh, ik ben een beetje bang. Wacht, ik moet even spoelen. Ik ben ook zo'n loser, want... Oké, okay, dit is de tweede. Kijk, toen ik de eerste keer mijn dinges in had. Toen... Ja, het doet best wel zeer in het begin. Yo, ik heb zoveel van deze op mijn mond. En ik was een vrijdag lekker op het terrasje. En ik zo... Dat was echt mijn party trick trouwens. Ik zo bij iedereen... Ik kan mijn tanden eruit halen. Kijk, ik heb mijn beugel. Bla 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 bla. Ik dat ding 10.000 keer, miljoen keer eruit gehaald. Ik had er ook echt last van. Maar ik wil het ook echt aan iedereen laten zien. Oké. Okay. Tweede gaat erin. Het gaat sowieso pijn doen. Of pijn doen. Je voelt echt zo'n druk. Oh wow. Wow. Wow, ik was zo gewend aan die andere al. Ai, ai, ai. Dit is zoveel strakker. Wow. Wow, deze is zoveel strakker dan die andere. Logisch natuurlijk, want het moet wel wat gaan doen. Oké, dit is echt wennen.
Vooral hier, dat is zeg maar mijn scheve tand, is echt dit. Voelt zo anders, want wow, ik spuug gewoon. Voelt zo anders, want die andere had ik echt al helemaal kapot gebeten voor mijn gevoel. Oké, het zit erin. Ik ga even van de zon genieten, want het is echt heel lekker weer nu. En ik heb al vanmiddag vanochtend gewerkt. En ik ga zo even met een vriendinnetje zitten. Helemaal zin in. Ik ben letterlijk zo blij met deze slippers. Deze heb ik van Tiki Max. Echt beste aankoop ooit. Ik twijfelde nog even, want ze zijn eigenlijk net 1 mm te klein. Maar ja, is prima. Dat zijn je inderdaad. Ja, maar ik dacht ik echt... Ik heb ook echt nieuwe slippers. Want ik heb de slippers. Nou, die liep ik gisteren en vandaag. Dus ook de dingen die ik gisteren aan had. Ja. Nou, ik kreeg letterlijk vandaag alweer gelijk een blaar ervan. Toen dacht ik, nou oké, ik doe maar wel weer schoenen. Oh, ik vind het echt top dit. De enige slippers die ik eigenlijk nog draag zijn Adidas slippers. Maar dat voel ik me echt zo'n topje mee. We hebben even lekker hapje gedaan. Een biertje gedronken. Naar natuur gekeken. Prachtig hier in Groningen. Ik maakte dus die soep. Ik heb het nooit laten zien. Lekker heerlijk de peerli. Oh, dat ziet er zo smerig uit. Maar lekker heerlijk de peerli. Alleen ik heb dus jalapeno's in gedaan. Want ik weet echt niet wat ik heb, maar ik ben helemaal van jalapeno's. Te veel in gedaan. Te pittig. Oké, met natuurlijk mijn was op de achtergrond zoals altijd. Ik moet het echt even anders gaan doen. Maar ik ga jullie natuurlijk even een update geven over mijn tattoo. Die heb ik natuurlijk in deze vlog gezet. En dat is nu, hij is wel, denk ik, geheeld. Even heel eerlijk, dit was zo pijnlijk. Ik kan het met woorden niet beschrijven hoeveel zeer dat deed. Niet alleen het zetten, maar het helen, het slapen. Ik kon niet op deze zij liggen. Het was echt, en toen op een gegeven moment jeuken, echt jeuken. Was niet normaal. Het was echt niet normaal. En hij loopt natuurlijk, nou ik kan het even snel laten zien. Maar hij loopt natuurlijk helemaal over mijn billen ook. Dus ik zat ook echt alleen maar zo. Nou, het zag er niet uit. Maar dat is dat. En ik heb volgende week, heb ik dus mijn tweede sessie. En wat er gaat gebeuren, is dat ding wordt zeg maar ingekleurd. Dus ik heb wel van meerdere mensen gehoord van, oh Chris, laat hem zo, blablabla. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Net als deze tattoo. Hij wordt een beetje, ja, met dat dotwerk wordt hij dus ingekleurd. Dus ik ben heel erg excited. Dus dat is de tattoo update. Ik moet zeggen, ik heb echt 0,0 zin in de tweede sessie. Omdat het dus zoveel pijn deed. En nu gaat het weer zoveel pijn doen. Maar goed, dan is dat ding wel klaar. Dat is wel heel erg chill. Ik ben er zo blij mee. Iets anders waar ik heel blij mee ben, is mijn nieuwe tafel. Want ik had dus natuurlijk mijn tafel besteld bij Vonk. Nou, dat ging helemaal fout. En nu heb ik weer een andere tafel besteld bij Vonk. En nou ja, je gaat echt nu zien dat ik niet creatief ben in mijn leven. daar komt ie. Tada! Herkennen we hem? Ik denk het wel. Het is letterlijk precies dezelfde tafel die ik had. Maar dan rond. Ik vind het ook heel gezellig zo. Ja, ik heb daar trouwens zoveel. Nou ja, kom ik zo op. Ik heb nu 2 groene stoelen hier neergezet. Want we gaan hier straks met z'n 4 een borreltje doen. Maar ik ga er nog 2 stoelen hiervan bestellen. Ik vind het hele leuke stoeltjes. Ja, vind ik heel leuk. Dus dit is een beetje mijn update. Mijn nieuwe eettafel. Ik vind hem heel leuk. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt een ronde tafel echt te gek. Ik moet daar nog heel veel papier bij gooien. Ik heb echt enorm veel pakketjes. Dus ik wilde zo even een pakketjes unboxing doen. En ik weet niet zo goed of je dat echt kan horen. Volgens sommige mensen kan je het echt niet zien en niet horen. Maar dat is mijn beugel. Ik had laten zien hoe ik hem erin deed. Dat was echt de eerste 2 uur dat ik dacht, voelt echt niet lekker. Maar daarna wendde het echt meteen. Dus het valt echt wel mee. Verder, update over mijn kan...
Ja, trouwens, mijn kantoor ga ik nu echt even niet laten zien, want daar heb ik een wasserette van gemaakt. Ik liep echt enorm achter met mijn was. Ik snap niet, ik ben echt altijd aan het wassen, maar ik loop altijd achter en ik ben letterlijk in mijn eentje, dus hoe dan? Oké, wacht, oh mijn god, dat doe ik zo onhandig. Dit is echt om te janken hoe onhandig ik dit doe. Dit zijn mijn pakketjes. Oh mijn god, hoe doe ik dit? Echt lang geleden dat ik zoveel PR had trouwens, dus ik vind het wel leuk om dit even te unboxen. Kijk, deze heb ik nog helemaal dicht ook. Wacht. Oeh. Ik heb het ook zo godgroeiende heet. Het is natuurlijk heel warm de afgelopen tijd. Maar ik vind het ergens natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Dat het eindelijk warm is en eindelijk zomer. Ik begin met deze enorme zware doos van Y-Food. Oh mijn god. Dit is natuurlijk ook de sponsor. Maar ik had zo'n dikke doos niet verwacht. Oh my god. Oh my god, yes! Ik zeg toch altijd dat chocolade smaak mijn favoriete smaak is. Ja, en koffie, oh my god. Ja, chocola en koffie, love it. Ik zeg altijd dat chocola en koffie en vanille trouwens ook echt mijn favoriete smaken zijn. Love it. Deze had ik dus allebei al niet meer, dus ik ben heel erg blij. Kijk, ze hebben ook van die luchtdingen met papier in plaats van plastic. Oh, vandaar dat het zo zwaar was. Oké, twee sixpackjes, dames en heren, wie deze video ook kijken. Ik heb natuurlijk altijd een kortingscode, Christina10, voor Y-Food. Ik zal hem even in de beschrijving linken, uiteraard, samen met mijn kortingscode. Dus even weer een shout-out naar Y-Food. Dan gaan we naar Douglas. Deze heb ik vandaag bij de buren opgehaald. Ik heb hem even opengemaakt, maar ik dacht, is dat misschien mijn bestelling? Want ik heb ook een bestelling geplaatst bij Douglas, maar dat was misgegaan. Dus die moet ik even opnieuw bestellen. Maar dit is dus PR. Ik heb echt geen idee wat het is. Schattig. Kijk nou. Wat is dit? Ik ken het merk ook niet. Belief. What is that? Oh mijn god, dit is zo'n slaapdingetje. Voor het vliegtuig. En een slaapmaskertje. En oortjes. Ideaal. En wat is dit? Oh, dat was het kleine tasje. Wat schattig, wat goed. En wat zit hier nog meer in? Ik ken het merk helemaal niet. Oké, hydraterende crème. Nee, ik ken dit merk echt niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ah, ziet er wel heel cutie patootie uit. Kijk. Heel leuk. Oké. Oeh, en allemaal minis. Wat leuk. Wat hebben we hier? Aquabomb, sleeping mask, cleanser, echt alles wat je nodig kan hebben op vakantie. Alles is hierin. Wat ideaal! Oké, get summer ready met lightweight skincare van Belief. De Aqua Aloe Vera Bom is verrijkt met aloe vera. Heerlijk verfrissend na een stranddag. Nou, wat leuk! Nee, dat vind ik heel leuk. Oké, ik moet echt even papier eigenlijk aan de kant doen, want ik moet straks echt papier gaan weggooien. Ik heb echt papier voor mijn leven hier. Oh, dit is echt heel leuk. Die minietjes. Ik heb nog geen vakantie geboekt. Maar als je mijn shoplogs kijkt, ga ik echt bijna elke seconde op vakantie. Zoveel vakantiekleding heb ik. En deze heb ik dus al wel unboxed. Cosmania Beauty Box. Daar had ik echt nog nooit van gehoord. Dat zat in deze doos, maar het is gewoon een tasje, wat ook echt ideaal is. Want hier kan je echt niet genoeg van hebben. En dit zijn ook een heleboel minis eigenlijk. Ik heb al wel een paar dingen geopend. Maar ik ga het even snel laten zien. Oeh, ja, Citizen. Had ik ook een tijdje een lipstick van. Maar dit is rood. En ik dacht dus ineens, wow, wanneer heb ik voor het laatst rode lipstick gebruikt? Echt vroeger droeg ik het altijd. Eye and Lash Cleanser. Super chic ziet het eruit. Waar is het doosje? Ik heb hem al geopend, zeg maar. Nou, geen idee waar het doosje is. The Impossible Glow. Glow Drops. Maar ook met hyaluronzuur zit hierin. En wat nog meer. Dit is natuurlijk niet bedoeld voor je arm waarschijnlijk. Maar wel echt voor je gezicht. Nee, heeft geen geur. Ik kan het nu ook niet echt laten zien. Ik zie wel een kleine shimmer. Ik denk dat het inderdaad voor op je wangen wel echt heel mooi is.
Oeh, wacht. Nu zie ik het wel. Nou, straks heb ik echt één bruine onderarm. Ja, er zit wel een mooie glans in. Je ziet het niet echt, maar ik zie wel een subtiele glans. Maar of het echt gebronst is, dat weet ik niet. Oké, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet voor je arm bedoeld. Dan heb ik Pink Primer & Care. En het is een Koreaanse beautymerk. Dus wel, ja, gewoon een primer. Ik moet zeggen, ik gebruik niet echt primers meer, omdat ik echt op reageer. Net als Amber Elise gebruik ik ook niet, reageer ik ook op. Dan, dit is wel een heel leuk merkje. Volgens mij is het vrij nieuw. Ilia. En dus een mini mascara. Wat ook echt top is voor om mee te nemen. Leuk, leuk, leuk. Alrighty. En dan hebben we mascara van Lux. Lux is ook echt een goed merk. Heb ik een SPF crème van ook. Ga ik ook heel goed op. Heel simpel. En dan hebben we nog van Rodial hebben we Soft Focus Glow Drops. Heel schattig roze. Anyway, en dat was de beauty box. Weet je vroeger nog? Als je echt van die abonnement. Ik vraag me af of dit maar hetzelfde is. Waarschijnlijk wel. Misschien geen abonnement. Misschien is het. Want ik weet niet. Ik heb dat briefje er ook niet meer bij. Alrighty, en dan heb ik nog dit pakketje. Een kleintje. Deze heb ik helemaal nog niet opengemaakt. Even kijken wat erin zit. Cute. Helemaal schattig verpakt. Clinique. Ik ben niet zo'n fan van Clinique trouwens. Even tussendoor. Een hydraterende moisturizing crème. Even kijken. Is misschien wel een nieuwe hydratatie voor diepende haar dankzij de nieuwe Moisturize Surge 100 uur. Met als sleutelingrediënten aloe vera en hyaluronzuur. Heel de peerly klinkt het, maar ik gebruik echt geen Clinique. Ik kan er echt niet tegen. Ik ben ook echt oprecht benieuwd wat het is waar ik dan niet tegen kan. Weet ik echt niet. Misschien zou ik eens een zo'n allergie test moeten doen voor ingrediënten. Want soms smeer ik iets op mijn huid en het brandt gewoon. En volgens mij is dat niet heel normaal. Oké, en dan heb ik ook nog. Zo leuk! Bondi Sands. Ik zag het al op Instagram bij mensen. Volgens mij hebben ze nu een skincare lijn. Zo leuk. Ik ben natuurlijk best wel angstig met nieuwe skincare te proberen. En ik heb in mijn leven heel erg veel geprobeerd. En nu met mijn huid die zo extreem gevoelig is, vind ik dat zo spannend. Want ik ben nu ook gewoon heel blij met CeraVe. Oh, het is helemaal door elkaar geshaked. Even in het kort. Ik laat even een paar dingen zien. Wat hebben we bijvoorbeeld hier? Oh, dit is AHA en PHA. Een Gentle Chemical Exfoliant. Wat ideaal is. Ik weet trouwens niet wat de prijzen hiervan zijn. Zou ik nog even moeten kijken. Een oogcrème. Oeh, SPF 50 Moisturizer. Kijk, hier hou ik dus echt van. SPF 50, lekker hoog. Love, love, love. Een kleimasker zit erin. Vitamine B3 serum. Oeh, dat klinkt allemaal wel heel goed. Een dagcreme. Nou, echt van alles. Je hebt letterlijk alles. Nog een andere serum. Oké, ik ga hier even wat meer onderzoek naar doen. Want ja, ik kan het nu wel even laten zien. Maar ik heb verder echt geen idee. Maar daar zou ik echt even naar moeten kijken. Ik heb me zo warm en ik ben aan het worden. En ik ben echt... Maar ik heb zo meteen even een klein borreltje met de meiden. Althans, een klein borreltje. We gaan even een feestje pakken. Dus ik ga even dit meest charmante broekje uittrekken. En even iets charmantes aantrekken. Dit is trouwens hoe mijn slaapkamer er nu uitziet. Want ik heb die kasten die hier stonden, heb ik in de kantoor neergezet. En ik wil er eigenlijk een nachtkastje met een plantje of zo. Want ik vind het zo leeg. Wat ligt daar ook weer op de grond? Weer een of andere make-up doos. Echt bedden. Ja, Fenty Beauty. Dus dat lijkt mij heel leuk. En dan heb ik... Want het is zo leeg. Echt niet normaal. Maar het leek me wel beter.
Gewoon even wat meer rust hier in de slaapkamer. Wel, kijk trouwens even mijn hand. Van die bronzer. Zie je het? Ik zie het wel heel erg. Shined. En het is ook inderdaad iets bronzier.